Hey, ik wil vandaag met jullie nadenken over dat wij mogen ontdekken hoe God jou gemaakt heeft. Ik help steeds meer bedrijven om te ontdekken waar het bedrijf ervoor staat, wat voor personeel er eigenlijk zit, om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Vind ik te gek om te doen. Ik ben het gaan doen omdat ik erachter ben gekomen dat in de kerk praten we heel algemeen. Maar we hebben het over de vingerafdruk dat die uniek is. En dan denk ik altijd prachtig. Maar ik heb er nooit wat mee gekund. Mijn iris in mijn oog. Dan denk ik, dat leren we de kinderen ook. Je bent uniek. Kijk maar naar de ogen en naar je vingerafdruk. En dan denk ik prachtig. Maar wat kan ik ermee? Ik ben heel praktisch ingesteld. Wat kan ik ermee? En weet je, het is op het moment dat je gaat ontdekken hoe jij gemaakt bent. Hier van de binnenkant. Dan wordt het pas interessant. En dat is generatiebreed. Dat maakt niet uit hoe oud je bent. Of je 80 plus bent en denk, ja, maar ik heb mijn tijd wel gehad. Nee. Of dat je 8 jaar oud bent en denk, ja, maar ik ben nog niet zo oud. Nee, dat maakt niet uit. Het is generatiebreed dat we mogen ontdekken voor welke fase je nu zit. Hoe heeft God mij gemaakt en hoe mag ik mijzelf uiten in deze maatschappij? Hoe mag ik mijn talenten, mijn drivers inzetten? Waar ben ik voor gemaakt? Op dit moment, vandaag de dag. En als je dat gaat doen, dan kan ik je vertellen, dan word je gelukkig. Als je dat gaat doen, dan kan ik je vertellen, dan vind je vrijheid. Waarom? Omdat Jezus iets jou een cadeautje gegeven hebt en die leer je uitpakken. Niet in theologie, maar in het leven. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik had gisteravond een heel gesprek met een paar vrienden van mij over. Gaat het uiteindelijk om theologie of gaat het uiteindelijk om het leven wat je hebt met God? Of gewoon überhaupt het leven? Dat is uiteindelijk de school waar we ons, de discipelschapsschool waar we ons in mogen bewegen. Oh ja, ik heb wat flyertjes over de ondernemingen dingen. Als je dan denkt, nou dat vind ik interessant. Ik heb een serie boeken geschreven voor kinderen. Wie kent deze al? Ja, heel goed. Wie kent hem nog niet? Oh, dat is erg. Deze boeken gaan door heel Nederland. Zo langzamerhand al een paar jaar. Zijn al ruim 10, 11, 12, ik weet het niet eens precies, 1000 keer al gelezen, gebruikt. Verslonden door kerk, kinderwerkers en weet ik het allemaal. Als je wil weten hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, eigenlijk ook voor jong en oud, dan is het echt, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen over mijn eigen boek, maar dan moet je die echt een keer lezen. In zulke simpele taal over de witte leeuw en de zwarte reus. Met superpijlen die je kan afschieten. Met wapens van de geest. Maar ook de digimug. Hoe ga je nou eigenlijk om met de digitale wereld? Pas kwam er een moeder naar me toe. Die zegt, ja, ik heb altijd ruzie met mijn kinderen. Ze mogen niet zoveel op dat schermpje. Waar krijgen die voor elkaar? Ze hebben dat boek gelezen. En mijn dochter kwam naar me toe. En die zei van, mam, ik ben volgens mij gestoken door de digimug. Ik wil wat minder met mijn telefoon. Nou. Hey. Je moet gewoon de taal spreken die mensen begrijpen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ik heb nog een laatste boek uitgegeven. Die is vrij nieuw. Verander je leven in 9 minuten. Voor de mensen die haast hebben. En toch willen veranderen. Het kan in 9 minuten. Hoe dat werkt beschrijf ik helemaal in het boek. Het gaat over geest, ziel en lichaam. In de kerk richten we ons vaak allemaal op de geestelijke dingen. Meer bidden. Meer Bijbel lezen. Maar uiteindelijk heeft God ons allerlei verantwoordelijkheden gegeven. Hè? Ook de tempel van het Heilige Geest. De mindset. Hè? Romeinen 12. Het brein. Door je denken te vernieuwen. Maar ook ontdekken waarom je gemaakt bent. Dat is het eerste deel van het boek. Daar ga ik het vandaag over hebben. Als je dat nou interessant vindt, zorg ervoor dat je hem ook meeneemt. Want het kan je leven veranderen. Nou, dat is wat leuk. Hè? In 9 minuten. Dus hoe snel wil je het hebben? Alright. Hey, wie heeft er wel eens een spreekbeurt bij moeten houden? Achterin, heel enthousiast. Ik kan niet heel goed zien. Hoe oud ben jij? 12. Oké, okay. Ik denk dat ik ietsjes jonger dan jou was. Hoe heet je? Damien. Hoe oud is je zusje? 9. Ja, ik zat een beetje tussen jullie leeftijd in. En ik zit in groep, ik denk in groep 7 of in groep 6. En we moeten een spreekbeurt houden. En wie vond dat leuk om te doen? Damien vond dat sowieso leuk, lekker, hier nog meer. En wie vond dat vreselijk? Ja. En wie steekt zijn hand niet op, wat ik ook vraag? Dank u wel, meneer. Oké. Op een gegeven moment is Cora aan de beurt. En Cora, ja, ik heb niet beloofd dat ik je te makkelijk zou maken. Cora is een meisje die leek een beetje op de meeste mensen bij jullie. Wie vond het niet leuk om spreekbeurt te houden? Pff, weet je al die, ja.
En Cora was ook zo'n meisje. En Cora was niet het meisje dat je zegt van zo, nou, die gaat eventjes de hele zaal plat, de hele groep plat spreken, weet je. En die kwam zeg maar dat, achter dat, de, hoe heet dat, de bureau van de juffrouw staan. En die begon nog even zo. Nou, hallo. Mijn naam is Cora. En ik hou vandaag mijn spreekbeurt over melkuniekoeien. Nou, in Groningen ben je dan misschien rot, maar bij ons niet. Ik dacht echt, oké, lekker boeien. Ga het hebben over voetbal, Olympische... Daar had ik het over, weet je wat, dat is boeiend. Over Olympische Spelen, over boeiende dingen. Maar niet over melkuniekoeien. Doe normaal. Maar goed, Cora die stond daar. Ik ga mijn spreekwoord houden over melkuniekoeien. En ik zat altijd rechts vooraan, want ik was het klintje die een beetje... hoe zeg je dat? Ik was enthousiast. Ja. Dus ik zat rechts vooraan, had je de minste prikkels. En voordat Cora begon met haar spreekbeurt, had ze een paar pakken melk voorin gezet. Die stonden naast mij. Nou, ik mocht nooit suikers en zo, want daar werd ik druk van. Dus ik kende dat niet. Maar ik had, er stond vanillevla, dat mocht ik thuis nooit. En ik dacht tijdens de dictée, dacht ik eventjes even het ding opengedraaid. En ik had even wat gesnoept, vond ik wel lekker op een gegeven moment. Vond ik erbij, weet je wel. Op een gegeven moment het dopje er soort van weer opgedaan. Want de juffrouw mocht het natuurlijk niet zien. Was even de klas uit, kinderen mochten dat niet zien. Dus ik had het een beetje zo stiekem een beetje zo gedaan. Tot het moment dat Cora daar lekker stond. Nou, ik kan maar spreken met over melk in die koeien. En ik was al half aan het slapen. Weet je, heel de klas lag te maffen. En op een gegeven moment ook, goedemorgen. Ja. En zij was lekker bezig met de spreekbeurt en op een gegeven moment werd het interessant. Want wat doet zij? Zij zegt dus, nou, we hebben een heel bijzonder pak. Melkunie heeft iets nieuws bedacht, iets nieuws uitgevonden. Kijk, dit pak melk, of pak vanilla was het eigenlijk dus, hè? Dit pak vanilla is van plastic. Ik denk, boeien. Maar goed, van plastic. En het is heel handig als je kinderen hebt die nog wel eens bekers en pakken en dingen omstoten. Want als dit op de grond valt, dan gebeurt er dus helemaal niks. Ja, nou, en ik zit nu in die fase, toen vond ik het niet zo boeiend, maar ik zit nu in die fase, het is echt een uitvinding, denk ik. Want bij ons liggen elke keer weer bekers water en pakken melk en weet ik het al over de tafel, heel vreselijk. Maar goed, zij zat dat te vertellen en iedereen dacht, boeien, schiet op, boeien. Weet je, en op een gegeven moment pak zij dat pak en toen zei ze van, dus als je het op de grond laat vallen, kan er niks gebeuren. En ze zegt, kijk maar. En op dat moment had ze even mijn aandacht en ik wil nog roepen, dat zou ik even niet doen. Maar het was al te laat. Want Cora, ik zie het toch helemaal voor me. Cora die pakt die pak van Ivala en die gooit hem gewoon 4-5 meter door die klaslokaal heen. En ik zie dat een soort in slow motion gebeuren. Geweldig hoor ik hier. Ja, ik vond het iets minder geweldig. Maar ik zie dat een slow motion gebeuren en dat pak dat spat letterlijk alle kanten op. Ik had blijkbaar de dop er niet zo goed op gedaan. En dat pak dat spat alle kanten op. En ik weet nog wel, de bibliotheek van mijn klas, die zat werkelijk waar helemaal onder de vanillevla. En op dat moment kreeg ik voor de zoveelste keer dit stempeltje. Wie heeft dat gedaan? Nou, daar kwamen ze natuurlijk al snel achter dat ik dat was. Koen, jij hebt ook echt het talent om altijd irritant te zijn, hè? Kan je nou nooit eens normaal doen? Doe die top er gewoon op. Ik zie het mezelf nu ook tegen mijn eigen kinderen zeggen, maar goed. Doe die top er... En dan ga maar weer uit de klas. En voor de zoveelste keer die dag en die week zat ik natuurlijk weer buiten. Nou, het talent van irritant zijn. Wie heeft dat nog meer? Ja, er worden hier wat broers. Maar ik kan je vertellen, op het moment dat je heel vaak hoort dat je te druk bent, te lastig bent. Ik kan je vertellen, jullie betalen me er nu voor om wat te doen, maar goed. Dat je heel vaak hoort, dan ga je op een gegeven moment een beetje onzeker worden. En op een gegeven moment denk je, ik kan ook helemaal niks. Het enige waar ik goed in ben, is inderdaad irritant zijn. En wie gaat mij ooit... Ja, je lacht er maar om. Wie gaat mij ooit aannemen? Dit gaat nooit goed bij mij komen. En dat vond ik soms best een beetje lastig. Ik heb wat meegenomen. Want dit is natuurlijk niet het eindverhaal. Wie houdt hier van Lego? Ja. Oké, wat enthousiaste mensen hier. Wat leuk, jongens, vanochtend. Oké, mijn zoontje... Mijn zoontje was, het is eigenlijk al twee, drie maanden geleden, maar mijn zoontje was pas jarig en die had, ja, zal ik het even zo goed laten zien? Die houdt van auto's en brandweerauto's, zieken, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus wat hadden wij gedaan?
We hadden allemaal cadeautjes voor hem besteld. En dan ken je dat wel, bol.com. En dan komt de PostNL, weet je, die komt langs. En je weet wat je besteld hebt. Maar elke keer is het toch weer leuk als je dat doosje opmaakt. Wat zal erin zitten? Oh ja, dat is precies wat ik besteld heb. Maar goed. Ken je dat? Ken je dat? Het is altijd een leuke moment, hè? Ja. Dus ik maak het open. Oh ja, mijn cadeautjes van mijn zoon zitten erin. Dus wij weer een nieuw papiertje eromheen, weet je wel. In papier. Zodat mijn zoon echt een cadeautje had. En nou, hè, Sion, heel lang zal zijn leven. Alles erop en aan. Wij voor hem zingen. En op een gegeven moment is het hier allemaal cadeautjes. En op een gegeven moment maakt hij dit cadeautje open. En hij scheurt het. Hij scheurt hem open. En hij zegt tegen mij. Oeh, papa, kijk, papa, kijk, papa. Kijk, auto, brandweerauto. Ik zeg, ja, Sion, brandweerauto. Mooi, hè? Ik zeg, zullen we hem even kijken? Zullen we het even naar binnen kijken? Dus hij zei, ja, openmaken. Hij scheurt dat ding, kan je wel zien. Hij scheurt dat ding open. Hij kijkt in die zak. En hij zegt... Oh, nee, hè. Hij is helemaal kapot. Oh, papa, moet je nou kijken? Hij is helemaal kapot. Oh, papa, brandweerauto helemaal kapot. Ik zeg, ja, maar kijk eens, Sion. Ik zeg, er zit nog wat in. Hij zegt, nog gaan kijken? Ja, maar niks. Ik zeg, moet je gewoon kijken. Er zit nog een boekje in. Hij pakt dat boekje eruit. Ik zeg, moet je eens kijken. Ik zeg, dit boekje, die hele stoere brandweerauto. Kijk, daar kunnen we stap voor stap, kan je precies zien. Kunnen we hem stap voor stap eerst de poppetjes maken. Een plakje erop en dan doen we dit erop. En stappen zat net zo lang tot we helemaal aan het eind zijn. En moet je kijken. En dan hebben we een hele coole brandweerauto. Sion, zullen we samen de brandweerauto gaan maken? Ja. Nou, wij natuurlijk samen de brandweerauto maken. Tenminste, ik was hem aan het maken. Hij was de puzzelstukjes, de stukjes Lego aan het kwijtraken. Maar goed, dat hoort er dan bij. Maar voordat we het wisten, waren we zover. Was het eindelijk zover. En dan hadden we hem hoor. Papa moest gaan liggen, want er was natuurlijk een bosbrand en dan moest geblust worden door de, over de heuvels van papa. Je kent het wel misschien, hè? Psst, papa nat spuiten, de bos alles nat spuiten en we hebben geluk gespeeld, joh. Heerlijk. Samen met papa met de brandweer uit te spelen. Maar wat gebeurde hier nou eigenlijk? Zo vaak in het leven, dan krijgen we geweldige preken. De beste sprekers worden uitgenodigd. De mooiste worship wordt gespeeld. De prachtigste, mooiste beloftes worden gedaan. Want het woord van God zegt. En dan komen er allemaal mooie beloftes. En mooie autoriteit. En dan zeggen we eigenlijk, moet je kijken. Want het woord van God, de doos Lego zegt. Een prachtige brandweerauto. Jij bent gemaakt om het vuur te blussen. Jij bent gemaakt om die brandweer te zijn en ermee te spelen. En we horen het. En we denken, wauw, te gek. Dat wil ik ook. Openmaken. En dan kijken we erin. In ons eigen leven. En dan hebben we het even niet over onze buurman. Die wel een geweldige bediening heeft. Of die spreker die wel een geweldig verhaal heeft. Of noem het allemaal maar op. Maar dan kijken we eventjes thuis. Als we thuis zijn in ons eigen leven. En dan kijken we naar binnen. Dan kijken we naar binnen. En dan denken we, oh nee hè, is helemaal kapot. Is helemaal kapot. En sommige mensen denken, oh, ik moet even naar de sportschool, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde eigenlijk echt naar de binnenkant. En de binnenkant, die kan ik ook niet even helemaal goed voor. Je hart, je eigen beeld, hoe je naar jezelf kijkt. En we kijken naar je binnen en je denkt, oh nee hè, ik ben nergens voor gemaakt. Ik kan niet echt iets goed. Ik ben te oud, ik ben te jong. Ik ben te dik, ik ben te dun, ik ben te lang, ik ben te kort, ik heb te veel sproeten, ik heb te veel neus, ik heb te veel oren, ik heb te veel... Ik weet het niet. Maar we denken, oh nee, het is helemaal kapot. Maar weet je wat het mooie is? We hebben het woord van God gekregen. We hebben een boekje gekregen. En niet een boekje, want het is een flink boek. Een heilig boek. En die zegt stap voor stap hoe die over jou denkt. Die zegt stap voor stap... Hoe wij mogen leven. Die zegt stap voor stap hoe jij naar jezelf mag kijken. En dan, ik zal je één ding beloven. Het boek van 9 minuten gaat er ook over. Als jij anders naar jezelf gaat kijken, zal je ook anders gaan handelen. En als je anders gaat handelen, dan ga je een andere identiteit creëren. Moeilijk woord, ik probeer dat even te ontwijken. Maar goed, dan ben je wordt een ander persoon.
Je wordt een ander mens. En je vernieuwing van denken, dat is waar de Bijbel over spreekt. Wat moet je ervoor doen? Open het woord en ga aan de slag met jezelf. Kijk niet alleen, maar ga samen met de Vader die brandweerauto, die beloftes bouwen. Want dan gaat het tot leven komen. Zijn jullie nog enthousiast? Doe even ja. Top. Heel fijn. En weet je, het is Psalm 139, hè? Die zegt bijvoorbeeld van dat jij geweven bent in je moeders schoot. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou zo bedoeld zoals je bent. Ja, maar ik ben een beetje maf. Gebruik het dan. Een beetje maf zijn. Ik heb er zo meteen nog een verhaal over. We zijn allemaal uniek. De mensen hebben mijn leven lang, en nog steeds gebeurt het wel, proberen mij in een hokje te zetten. Ze proberen mij rustig te krijgen. Dit is hoe God me gemaakt heeft. Je doet het er maar mee. Ha! Ja. In een auto ben ik alweer rustig. Ja. Dit is hoe God mij gemaakt heeft. En God heeft jou ook op een unieke manier gemaakt. En al die talenten waar mensen misschien wel over jou gezegd hebben dat het niet goed genoeg is, moet je eens gaan kijken wat voor talent erachter zit. Vaak zegt dat meer iets over die mensen dan over jezelf. God heeft jou gemaakt. En natuurlijk is er karakterverandering. Natuurlijk is er vernieuwing van denken nodig. Natuurlijk moeten we, maar is er een heiligingsproces. Maar ik heb het hier over je unieke zijn. De verloren zoon. Die moest zich ook aanpassen. Die had al zijn geld er doorheen gejast. Die had alles gedaan wat God verboden had. En die komt terug bij zijn vader. En die zegt dan, vader, ik heb het allemaal ik heb het allemaal verpest. Sorry, sorry meneer. Boeien, ja. Ik heb het allemaal verpest. En boeien. Ik heb het allemaal verpest. Wilt u mij terugnemen, maar dan als uw knecht? En dan zegt die vader, ben je mal? Natuurlijk niet. Hier is een nieuwe mantel. Hier is een nieuwe ring. Hier zijn nieuwe sandalen. Wees wie je bent. Jij bent mijn zoon. Wees, omarm wie je bent. Ik heb jou gemaakt en bedoeld. Natuurlijk heb je fouten gemaakt. Natuurlijk maak je er soms een zooitje van. Natuurlijk zit je weer strafwet te schrijven op de gang volgende week. Ja, jij niet, natuurlijk niet. Nee, dat was alleen ik. Maar God heeft je iets te meegegeven. En ik ga me steeds meer verduidelijken. Ik hoop dat jullie me heel even geduld bij me hebben. Even kijken, wat staat hier allemaal? Nou. We zien het ook terug, hè, Psalm 139, de verloren zoon. Je ziet het ook terug bij het verhaal van Jozef bijvoorbeeld. Jozef die werd in de put gegooid door zijn eigen broers. Omdat hij anders was. Hij had visie. Hij kon dromen uitleggen. Hè, dat was iets. Hij zag dingen die anderen niet zagen. Hij was een optimist. En die broers die vonden het bloedirritant. En die hadden hem in die put gegooid. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het is dan heel eenzaam. Dan zit je in je eentje op een plek waar je denkt, wat moet ik hier nou doen? Geen iPhone, geen PlayStation, helemaal niks. Je zit daar maar in je eentje. En nog sterker nog, je eigen broers hebben jou zo in die put gegooid. En dat voelt eenzaam. En op een gegeven moment halen ze Jozef eruit, trekken ze hem uit die put. En denk je, oh gelukkig, nou ik heb een lesje wel geleerd hoor. Ik schrok wel even van jullie. Nee, hij werd vastgebonden. Achter een kameel vastgebonden. Zijn broers kregen wat geld en hij ziet dat gebeuren. En hij denkt, wat gebeurt hier nou? En voor hij het weet, begint die kameel te lopen. En hij moet zo achter die kameel aan. Helemaal naar Egypte lopen. Dat is een eind. En ik denk niet dat Jozef halverwege de rit dacht van, oh, wat zit ik toch lekker in mijn bestemming. Meneer met die zweep, kunt u alsjeblieft even één hand, dan houden we gewoon deze vast, weet je, dan zit ik er alsnog steeds achter. Maar als u nou even één hand losmaakt, dan kan ik met één hand zo in de lucht, dan kan ik even lekker worshipen zo. Weet je, als halleluja, ik ben op de weg naar Egypte. En weet ik het al. Nee man, dat is helemaal niet leuk. Als slaaf moeten werken. En hij dacht er zo'n kameel aan moeten lopen, dat hij die kont van die kameel aan. Dat je dat hele eind moet lopen, dat je uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. In een omgeving, in een cultuur die je helemaal niet kent. Dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Geen handje los om even te worshipen. Maar weet je wat het is? Ondanks, let op, ondanks de situatie. Ondanks de shit die je hebt meegemaakt. Ondanks de situatie waar jij nu op dit moment doorheen gaat. Of het nu op je werk is waar je niet op je plek zit. Of het nu op school is waar je niet begrepen wordt. Of het dan, waar het ook is. Het talent wat je gekregen hebt, kunnen ze je nooit afnemen.
De drive die God je gegeven hebt. En het, ik doe het vanuit een energieke kant, hè. Maar dat kan ook juist heel hierig zijn. In de rust zijn. De drive. Waar jij van aangaat. Waar God jou voor gemaakt heeft. Kunnen ze je nooit afnemen. De ogen die jij gefocust hebt op de Vader. Kunnen ze je nooit afnemen. Dus in welke omstandigheden je ook bent. Of je naar Egypte aan het lopen bent. En super eenzaam bent. Of je in die put zit. Of je in die gevangenis zit. Of je je vast voelt zitten. Waar je ook bent. Dat de dingen waar God je voor gemaakt heeft. Kunnen ze je nooit afnemen. De zwarte reus kunnen je nooit afnemen. De enige manier hoe die afgenomen kan worden. Is door je leugens te vertellen. Doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. We zijn nuchtere Groningers, toch? Doe maar gewoon normaal. Die gekke gouden nee, zie je, dat is een beetje, weet je wel. Maar doe maar gewoon normaal. Nee. En ik wil afsluiten met een verhaal. En dan ga ik ook een beetje om Nederlands lopen doen. En ik ga jullie om een complimentje vragen. Hou je vast. Ik zit even te denken. Ik zit in de derde. Wie zit hier in de derde? Wie zit in de derde? Kijk. Nog een paar dames in de derde? Of niet? Nee. Ik zat in de derde, of in de, ja, zoiets. En het is ijskoud buiten. We gaan naar buiten. En het is pauze, ik ga naar buiten. En op een gegeven moment zie ik ijs liggen en heel de school staat op het ijs. En ik kom even kijken. Sjaaltje om, handschoentjes aan, mutje op je kind. Wil ook even voelen. Ja, oké, er staat 100 man op het ijs, maar toch even checken of die mij ook kan houden. Dus ik ga ook op het ijs staan. En op een gegeven moment doen wij, ik was een jongen. En jongens doen jongens dingen, dus het beuken en duwen. En weet je, zo gaat dat, dat doen jongens. Ja, zo gaat. En wij waren zo een beetje zo bezig. En op een gegeven moment begon dat ijs zo hard te kraken. Dat even één iedereen het ijs afging. Maar Koenie. Nee, Koenie. Koenie bleef staan. En de hele school staat daar. En in mijn beleving waren dat heel veel mensen, maar dat zullen er misschien iets minder geweest zijn. Er staan allemaal mensen langs het ijs en die beginnen me uit te dagen. Hé, Koen, durf je 10 keer op het ijs te springen? Ja, tuurlijk. Koen durft alles. Koen is nergens bang voor. Dus ik begin te springen. En twee, een beetje stampen, weet je wel. En bij de derde keer dacht ik, dit is iets te spannend. Dus heel voorzichtig. Ik ben ook niet gek natuurlijk, hè. Heel voorzichtig. Schuif ik zo'n beetje opzij. En werd ik uitgedaagd om opnieuw te beginnen. Ik dacht, ja, ik was 3, dus ik ga weer bij 4. Ik ga bij 4 ver. Dus ik ben niet verder gekomen dan 6. En eens, woef, hey, waar is Koen nou? Zei ik dat, tot aan mijn navel, overal. En, nou ja, dus, ja, nat is gewoon overal. Ik was zeiknat. En ik krabbel dat water uit. En de hele school ligt natuurlijk plat van het lachen. Behalve ik. En op hetzelfde moment, het is een waar gebeurd verhaal. Op hetzelfde moment gaat de schoolbel. De pauze is afgelopen. En ik realiseer mij, let op. Ik realiseer mij. Mijn Nederlands les begint. Ik ben het verhaal begonnen met Cora. De Nederlandse les begint. En ik heb mijn boekbespreking. Er is alleen één probleem. Eigenlijk twee. Ik ben zeiknat. En tweede probleem. Ik moet het boek nog lezen. Ja. En ik had mij dus voorgenomen. Ik had thuis een samenvattingje uitgeprint van ongeveer 10 zinnen. En die had ik even snel doorgenomen. En ik had mij voorgenomen. In de pauze maak ik daar wel even een structuurtje van. En dan ga ik dat wel even vertellen. Weet je wel. En dan bluff ik me er wel uit. Maar ja. Dan lag ijs op de sloot. Dan ga je ook niet een samenvattingje lopen maken. Ik dacht, dat komt wel. Weet je, dat doe ik wel als ik naar het Nederlandse les loop. Of als iemand anders zijn boekbespreking aan het doen. Maar ik kom daar zeiknat bij die Nederlands leraar aan. En ik weet nog, admiraal. Dankjewel, admiraal, als je kijkt. En die zegt tegen mij, jij mag als eerst. Ik denk, nee toch zeker. En ik sta daar met blauwe tanden. Of blauwe lip, weet ik veel. Iets met blauw. En ik sta daar en ik moet mijn boekbespreking houden over een boek dat ik niet gelezen heb. En dan span. Hoogstens het enige wat ik gelezen heb, een samenvatting die ik gelezen had de avond daarvoor. Ik begin te spreken, ik begin te vertellen over dat boek. En ik had in die samenvatting gelezen, het plot, dus een soort ontknoping.
En ik begin dat met alle passie die ik in me heb, begin ik dat te vertellen. Ik had niet heel veel informatie, maar ik had er gewoon een paar dingetjes bij verzonnen. Ik denk, ja, ik hoop maar dat die Nederlands leraar het ook niet meer precies weet. Of dat hij hem niet gelezen heeft. Ik blufte er een beetje doorheen. En in de samenvatting stond het eindplot, zeg maar. Hoe het afloopt. Maar als je wil weten hoe het afloopt, dan moet je het zelf maar lezen. Dus ik doe mijn boekbespreking vol passie en zo vol vuur met alle informatie die ik had. Was beperkt, maar goed, hè, dat, wat ik wist, dat vertelde ik. En ik eindig mijn verhaal met, maar, als je echt wil weten hoe het afloopt, dan moet je het boek zelf maar lezen. En weet je wat hij deed? Hij gaf me een 8. Ja. Ja, dank je. Nu is mijn vraag. Jullie hebben heel veel geluisterd. Nu mogen jullie even gaan praten. Ik heb gezegd, ik ga jullie een complimentje vragen. Maar voordat ik dat ga vragen, waar ben ik niet goed in? Stil zijn. Stil zijn. Ja. Even in de context van dit verhaal, maar je hebt gelijk. Plannen. Dat is eigenlijk de hoofdding, hè? Plannen. Gewoon even elke dag een bladzijdetje lezen of zo. 9 minuutjes of zo. Dan had het prima gekund en ik had even een... Nou goed, plannen. Wat nog meer? Waar ben ik niet zo goed in? Discipline. Dankjewel. Jullie zijn heel bescheiden. Je mag wel een beetje... Ik hoop dat het straks makkelijker gaat. Luisteren. Te bedenken wat de gevolgen zijn. Ja, dus niet echt over... Ja, dat klopt. Ik hoorde hier nog één. Prioriteiten stellen. Wat denken jullie van gevoelig voor? Opjutten. Ja, groepsdruk, opjutten, ja. Ja. Gevoelig voor groepsdruk. Het zijn allemaal dingen waar ik me inderdaad in herken. Ik ben nu wat ouder, dus ik heb een aantal dingen een beetje geprobeerd te ontwikkelen. Bijvoorbeeld plannen, maar ik heb een collega, geloof me, zonder haar ben ik failliet. Hey, maar je zat in de derde. Je bent gewoon een fantastische puber geweest. Amen, dankjewel. Maar wat? Nu ga ik een andere vraag stellen. Waar ben ik wel goed in? Verhalen vertellen? Wat zei je? Oh, ja, mensen met stijf op het lijf. Ja. Enthousiast zijn? Onverschrokken, hè? Boeken schrijven? Lef? Kijk, hier wil ik even weer stilstaan. Dit is een lef hebben. Luister. Weet je nog dat ik op het ijs stond te springen? En dat de hele school stond te kijken? En dat iedereen achteraf dacht, wat een sukkel is het ook. Weet je wat talent erachter zit? Lef. Ik had durfde iets te doen. Het was heel dom. Het was een talent wat ik niet ontwikkeld had. Want ik zette het in op het moment dat het helemaal niet relevant is. Zwaar gevoelig voor groepsdruk. Totaal niet op het moment. Want ik had eigenlijk moeten plannen en organiseren. Allemaal dingen die... Hè, ik zit in de derde, wat denk je? Prima, maar hè, dus ik het is totaal niet ontwikkeld. Maar het was lef. Welk talent zorgde ervoor dat ik een 8 haalde van mijn boekbespreking? Het waren er 1 of 2 of 3 misschien. Maar 1 van die talenten was lef. Ik had het niet gelezen, een boek... Ik sta daar met een natte broek en ik dacht, weet je, knop om en ik ga gewoon mijn verhaal vertellen, de dingen die ik wel weet. Wat is daarvoor nodig? Lef. In jouw leven, nu denk je misschien, dit verhaal gaat over jou, heel leuk voor je Koen, maar dit verhaal gaat niet over mij, dit verhaal gaat over jullie. Dit verhaal gaat over u. Want wij hebben allemaal, let op, wij hebben allemaal woorden in ons leven gekregen. Jantje, doe nou niet zo. Clara, stop nou eens met... En dan komen er allemaal woorden. En weet je wat het is? Achter iedere irritatie van die andere persoon, zegt vaak iets over die persoon, maar er zit ook een talent. En het is aan jou om te ontdekken welk talent dat is. Het is aan jou om te ontdekken, om dat talent te gaan ontwikkelen op een manier zodat het wel past. Ik sta nu hier. Een verhaal te vertellen. Met een talent van lef. Onder andere. Wat ik vroeger op een verkeerde manier inzette. En misschien zet jij wel bepaalde talenten op manieren in. Die niet zo tactisch zijn. Die niet zo slim zijn. Die misschien veel te bescheiden. Misschien ben je wel veel te bescheiden. Zit je altijd maar achteraan en doe je er niks mee. Maar is het eigenlijk tijd. Om te gaan kijken van. Hé, maar wacht even. Hoe
heeft God mij uniek gemaakt. Want God heeft ons allemaal bijzonder gemaakt. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Ik vertelde dit verhaal aan een soort jeugdgezin, of noem je dat, een gastgezin. Waar allemaal gastkinderen komen, zeg maar. Ik vertelde dat verhaal daar en die man die zei, ik werd vroeger net als jij altijd de klas uitgestuurd. Ik werd altijd de klas uitgestuurd. En dat was altijd als er situaties ontstonden die ongemakkelijk waren in de klas. Waar irritaties ontstonden. Waar kinderen ondeugend waren en de juffrouw boos werd. Dan trok ik altijd de aandacht even naar me toe. Door een verkeerde opmerking te maken. Zodat de aandacht even weg was bij die kinderen die altijd de sjaak waren. Zo was de aandacht even op mij, werd ik eruit gestuurd. En konden zij weer even vrij uit. En daardoor zat ik vaker buiten de klas. Maar eigenlijk... Ja, probeerde, was mijn manier om te helpen. En hij zegt, ik had dit verhaal verteld. En hij zegt, mijn vrouw die moest mij een complimentje geven. Wat jullie ook zo meteen gaan doen. En ze zegt, ja, waarschijnlijk krijg ik wel weer dat compliment van... Jij kan altijd zo goed opruimen. Dat krijg ik altijd te horen. En toen zei mijn vrouw, maar weet je wat jij vroeger deed? Ze zegt, dat doe jij nu nog steeds. Alleen nu zet je het in op een manier... Waar wij in het als gastgezin wat aan hebben. Soms zijn er zoveel spanningen vanuit externe dingen. Vanuit ouders, de echte ouders zeg maar. Dat er dingen gebeuren. Dat die kinderen niet lekker in hun vel zitten of wat dan ook. En jij weet altijd met een simpel grapje de aandacht er even weg te halen. De ontspanning te brengen. En vervolgens op een normale manier het gesprek aan te gaan. En dat waardeer ik zo aan jou. Wat een geweldig talent. En die man die begint te huilen. En ik denk, wauw, zo heb ik het nog nooit gezien. Vroeger was het eigenlijk altijd irritant en nu doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Alleen heb ik geleerd op een manier te gebruiken waar andere mensen wat aan hebben. Wat is jouw talent? Wat mag jij misschien nog ontwikkelen? Hoe heeft God u gemaakt? Niet kijken naar dat bijzondere vingerafdruk. Of die geweldige, unieke, prachtige iris van u. En dat is prachtig, want het heeft onze levende God gemaakt. En ik heb respect voor hem. Maar als we even naar binnen gaan kijken. Hoe heeft God jou daar uniek gemaakt? En welke stappen mag je maken? Welk talent mag je daar ontwikkelen? Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade. Gedreven door liefde. Geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.